Fatih Sochitja, vandaag gouden schoen hier in Oostende. Je bent geëindigd op een vierde plaats. Ben je tevreden met die vierde plaats? Jawel, absoluut. Ik ben naar hier gekomen met geen al te hoge verwachtingen. Ik zou blij zijn als ik in de top 10 stond, omdat ik vorig jaar nergens te bespeuren was. En dit jaar sta ik op een vierde plaats, dus ik ben heel tevreden. En ik denk dat de winnaar ook verdiend gewonnen heeft. Dus. Jij bent wel een van de weinige spelers die eigenlijk over een constant seizoen goed gepresteerde. Ja, misschien wel, maar misschien niet zo in de schijnwerpers als de gouden schoen heeft gedaan. Hij was heel bepalend en is heel belangrijk voor zijn ploeg. En misschien is dat als middenvelder iets moeilijker om echt in de picture te komen. Maar ik ben zeer tevreden over mijn seizoen. En zolang als ik zelf tevreden ben en de trainer tevreden kan stemmen, dan ben ik heel tevreden. Waarom is Matías Suárez voor jou de winnaar? Omdat hij een heel goede voetballer is. Hij beslist wedstrijden een beetje op zijn eentje. En hij heeft een heel belangrijke functie in zijn ploeg. Het is te zeggen, als hij er niet bij is, dat ik denk de ploeg 20-30% minder presteert. Dus hij is heel belangrijk en ik denk dat we zondag ook op hem zullen moeten letten. Ja. Ik hoorde een interview van jou voor de Gouden Schoen. Je zei, het belangrijkste blijft wel zondag. Daar zullen de juiste antwoorden gegeven worden. Ja, absoluut. Dit is wel mooi en iedereen wil erbij zijn en erbij horen. En, het is natuurlijk een leuke avond, maar voor ons voetballers geldt natuurlijk wat er op het veld gebeurt. En ik denk dat zondag veel belangrijker is dan nu vanavond. Ja, ja. Wat verwacht je van die wedstrijd zondag? Ik denk dat het een wedstrijd op het scherp van de snee zal zijn. Iedereen is terug fit na de winterstop en iedereen heeft hard getraind voor deze wedstrijd op trainingskamp. Dus, het zal geen makkelijke wedstrijd worden, maar we moeten tonen waarop we gewerkt hebben tijdens de stage en dan moet het wel lukken. Speciaal voor u selecteerden we de 10 mooiste goals van 2011. U kan via sms stemmen op uw favoriete doelpunt. Sms goal en het nummer van je favoriete treffer naar 6565. En misschien maak jij wel kans op een van de 10 gesigneerde homeshirts.